het bombardement op Rotterdam in 1940 werden bijna onmiddellijk plannen gemaakt voor de wederopbouw. Architecten en kunstenaars droomden van een nieuwe stad en nieuwe gebouwen, rijkelijk voorzien van beeldende kunstwerken. Rotterdam kreeg er honderden, bij elkaar een museum. Wie goed kijkt ziet ze, maar vaak lopen we er achterloos aan voorbij. In een 10-delige documentaire serie nemen we jullie mee in dit wederopbouwmuseum en kijken we naar deze bijzondere kunstwerken. Waarvan we na ze te hebben gezien en iets over te hebben gehoord, alleen maar kunnen zeggen: heb ik nooit geweten, joh! Hartstikke leuk, joh! Vandaag beginnen we in de Galileïstraat, voor het kantoor van E.ON, eigenaar van de elektriciteitscentrale, waar we een kunstwerk van Jo Uiterwaal aantreffen. Het werk staat er een beetje verloren bij. Vroeger stond hier het schakelhuis van de elektriciteitscentrale en was het werk bevestigd aan de wand van het gebouw. In 1955 werd het schakelhuis gesloopt. Maar het kunstwerk, een beeldengroep, is wonder boven wonder bewaard gebleven en werd in 2006 op deze plek herplaatst. De gevelplastiek is 3,5 meter hoog en gemaakt van gebakken klei. Jo Uiterwaal maakte het werk in 1950 en kreeg hiervoor opdracht van architect Ad van der Steur. De plastiek bestaat uit 3 figuren en symboliseert de ontwikkeling van elektriciteit. I don't know a lot about it, but I like it. Van de Galileïstraat naar het Marconiplein is een wandeling van niks. En ineens staan we voor het politiebureau en kijken naar een gigantisch werk van Kees Timmer uit 1958. Dit kan je bijna niet missen? Nee. Waar kijk ik naar? Nou, je ziet een plateau wat is ontworpen door Kees Timmer. Ja. Het is hier geplaatst toen het gebouw, tegelijkertijd met het plaatsen van het gebouw, in 1958. Ja. Ja, je ziet voetballende jongens, dat kan hier ook bijna niet anders. Daaronder, die rode... Die rode figuren. Met een bal erbij, met een bal. Daarachter zie je een silhouet van een vrouwenhoofd met lang haar. Het witte, dat is de hand. Ja. Is de politieagent die het verkeer tegenhoudt. Ah. Die blauwe vierkante, de ogen van de agent. En zie ik ook nog een kat? Ja, daar links is een kat die zo heel nieuwsgierig om het hoekje kijkt wat er allemaal gebeurt. Okay. He, met dat leuke staartje. Ja. Dus het symboliseert als het ware de bescherming die vanuit de politie naar de burger zou moeten plaatsvinden. Ja. Kees Timmer maakt altijd hele heldere, duidelijke voorstellingen. Het is altijd herkenbaar, het is nooit abstract. Mm-hmm. Het is ook altijd een beetje cynisch. Hij schilderde vaak dieren. Oké. Okay. En het is ook wel echt groot, hè? Het is echt een grote... Ja, het bestaat dus uit een aantal betonnen platen die allemaal dezelfde maat hebben. Ja. Die platen die zijn 1 meter hoog en 90 centimeter breed, dus je kunt tellen en dan weet je precies hoe groot het is. Ja. Je ziet van 7 meter bij 6, geloof ik. Na de Tweede Wereldoorlog zijn er allerlei regelingen bedacht voor kunstenaars. Een van de regelingen was dat overheidsgebouwen 1% van de bestedingskosten moest besteed worden aan beeldende kunst. En er is nog meer kunst bij de politie. Aan de zijkant van het politiebureau zien we een werk van de kunstenaar Ian Peters. Ian Peters, is het nou heel toevallig dat jij dezelfde naam draagt als de kunstenaar van het kunstwerk? Nee, want de kunstenaar van het kunstwerk was mijn oom, de broer van mijn vader. Ja, en daar ben je naar vernoemd? Of daar... Ik denk het wel, ja. Ik heb even gecheckt, want ik wist niet dat het hier zat. Het is ook totaal nieuw voor mij. Ja. Maar het is uit 1958. Ja. En dit is dus uit een eerdere periode van hem, want later werkte hij veel meer abstract. Ja. Maar hij heeft op het Erasmiaans gezeten. Dus ik denk dat hij daar door al die mythologische dingen, dat daar hij daar beïnvloed, geïnspireerd was geraakt. Nou, het was echt een typische kunstenaar met een alpino pet en gezellig en een baard. Ik ben opgegroeid in Roon en zij woonde ook in die periode in Roon. En daar had hij een atelier en dat was altijd een gezellige rommel met klei en veel stof en dingen. En wat vind jij ervan als je dit zo ziet? Vind je het mooi? Nee, ik vind het heel mooi. Een beetje cartoonachtig. Ja, een mysterie. Een mysterie, ja, dat zeker. Maar ik vind het wel heel leuk. En ik vind het ook heel mooi tussen die pilaren hier. Ja, ja. Het is een beetje
ik wilde net ook nog even Samson gaan doen tussen die pilaren. Ja. Ook een leuke mythe. Ja. Maar ze stonden te ver uit elkaar. Oh ja, oké. Van het Marconiplein steken we over naar de Havenstraat, waar we een titeloos gekleurd betonrelief van kunstenaar Cor Dam aantreffen. Cor Dam kreeg de opdracht in 1969 bij de bouw van het bejaardentehuis De Kolk. De enorme wand van ongeveer 15 bij 2,5 meter bevindt zich naast de hoofdentree in de laagbouw van het tehuis. Dam heeft verschillende vormen, kleuren en dieptes gebruikt, waardoor het lijkt alsof het relief uit diverse delen bestaat. De kunstenaar gebruikte zachte kleuren, met name roze, rood en okerachtig geel, in combinatie met grijs en wit. Nog steeds zijn we in Delfshaven en van de Havenstraat gaan we naar de Lloydkade en zien tussen twee woonblokken verstopt een werk van Jan Bezemer uit 1961. Jan Bezemer was graficus, wandschilder, beeldhouwer en monumentaal kunstenaar. Er zijn twee onderwerpen die Bezemer vooral inspireerden, namelijk dieren en sporters. Het is een beetje een mistroostige dag, maar als je hier op de Lloydkade is een verrassing. Als je hier rondloopt moet je zeker eens eventjes kijken bij dit hek, bij het Edengebouw. Dan heb je namelijk het Eden District, hangt het kunstwerk van Jan Bezemer, Vogels en Vissen uit 1961. Ja, die maakt toch wel deze troosteloze dag een stukje vrolijker met alle kleuren van mozaïek. Wat je hier eigenlijk ziet zijn vogels en vissen. Je ziet hier een, ja, wat is het, een pelikaan, een gans, een zwaan, een hond die ze wegjaagt. Vissen in het water. En wat wel bijzonder is, het hing eerst in het oude dijkzicht, in de voormalige kantine. En daar is het, toen het gesloopt werd, is het bewaard gebleven en heeft het hier een nieuwe plek gekregen. Het is helemaal gerestaureerd. En nu kunnen de bewoners van het mooie district kunnen hier van genieten. En wij kunnen er ook van genieten, maar helaas wel achter een hek. Hij heeft geprobeerd af te beelden. Je ziet natuurlijk dus blauw, geel. Ik vind het juist vrolijk met die groene kleuren ook erbij. Wel veel bruin, grijs ook zit erin. Je ziet hier denk ik een boom of een bloem zou het kunnen zijn. Kijk, je kan hier natuurlijk van alles bij bedenken. Je kunt natuurlijk wat je er zelf van maakt vaak. De voormalige machinistenschool aan de Willem-Buitenwegstraat is nu een café-restaurant dat op korte afstand van de Lloydkade en de Havenstraat ligt. Aan de gevel, links van de entree, zien we een groot uit de muur stekend werk van kunstenaar Adrie Blok, met diverse verwijzingen. Linksonder en rechtsboven worden schepen op mooi uitgevoerde driehoekige golven afgebeeld en machines die verwijzen naar de opleiding voor het werken op schepen. We steken de parksluizen over en staan aan de Westzeedijk voor de parkflat. In 1958 werd de parkflat opgeleverd als een luxe hoge flat. En eigenlijk als je hier langs loopt valt het meteen al op. Hij ligt nu een klein beetje verscholen, maar toch zie je het. Ja, waar kijk ik eigenlijk naar? Ja, een ontwerp van de architect, beeldend kunstenaar Wim van der Weert. Mm-hmm. Hey, en jullie kennen de kunstenaar? Ja, het was onze vader. Wat wilde hij vertellen? Want ook wat wil hij vertellen hij met nou, hij vertelt niks, hij probeert een mooi beeld te maken. Oké. Okay. Ja. En dan mogen wij zelf bepalen wat we erin zien of wat we... Nou, je moet er maar aan denken dat er in zo'n wand helemaal niets gedaan wordt. Mm-hmm. En dan is dit dus gewoon veel leuker als beeld in de stad. Zeker. En dat is het verhaal. Waarom deze kleuren? Naar ons idee zijn dit zeker niet de originele kleuren. Dat grijs, dat hele donkergrijs in die vis, dat was veel helderder, dat was echt blauw. Wat ik overigens altijd wel een buitengewoon markant punt vind van dit ding, is dit detail. Dat hij los zit. Ja. Moet je je voorstellen dat een aannemer dat moet maken. Is dat lastig? Heel lastig. Ja? De bekisting. Ja. Ga hier mee, dan kunnen we even binnenkijken naar... Want ik zie hier ook nog een kunstwerkje binnen. Want er wordt wel gezegd dat het eventueel ook van jullie vader is. Het zou een vermoeden kunnen zijn. Ik ken de bron niet van dat vermoeden. Ja. Maar wij herkennen geen van beide
de vormentaal van pa. Oké, ja. Wij vinden dit eigenlijk helemaal niet passen in zijn oeuvre. Nee. Dit kan niet. Hè? Nee. Het kan niet. Nee. Het kan niet van pa. Dit kan niet. Nee, het kan echt niet. Nee, het zou ons ontslaan worden. Onze kunsttocht gaat verder naar het vasteland, waar we aan de voet van de Erasmusbrug de Maastorenflat aantreffen. Een van de eerste stukken hoogbouw van na de oorlog. Frans Tuinstra maakte in 1956 twee kunstwerken voor deze flat. Aan de kant van de Erasmusbrug zien we boven de entree een bronzen frame, waarin een keramisch kunstwerk is aangebracht. Aan de kant van het vasteland hangt nog een ander kunstwerk van Tuinstra, dat qua stijl heel modern, gestileerd en grafisch is, met cubistische invloeden. We zijn aan de Veerhaven. Aan de gevel van een voormalig reisbureau zien we een werk uit 1957 van het echtpaar Johan Bakker en Riet Elias. De gevel van het pand wijkt sterk af van de ernaast gelegen klassieke panden. De pui op de begane grond met veel glas ligt iets terug ten opzichte van de vier kantoorverdiepingen daarboven. Onder de kozijnen van de eerste verdieping zien we over de breedte van het pand een strook met kleurige mozaïeken van dieren, die voorkomen in het water en de lucht en een relatie hebben met de scheepvaart. We moeten er een stukje voor rijden, maar zijn op de Botersloot beland en staan voor het voormalige gebouw van de telefoondienst met aan de gevel opnieuw een werk van Johan Bakker. De brede entreepartij boven de hoofdingang bevat de letters PTT en een symbolische voorstelling van de rol die de PTT in Nederland speelde. De linkerkant verbeeldt de haven en het water. Rechts zien we het land, de oogst en twee paardenhoofden. Onder de letters PTT een telefoonhoorn en een elektriciteitsmast. We eindigen vandaag op de Mariniersweg, waar we op de splitsing met de Goudse Singel aan een wederopbouwflat opnieuw werken van Johan Bakker zien. Op alle balkons van deze flat zijn afbeeldingen van vissen aangebracht, die in de zomer door de grote platanen helaas slecht zichtbaar zijn. Ooit was hier het Motorpaleis gevestigd, waar motorrijders zich verzamelden voor een aankoop, activiteiten of reparaties van hun voertuig. In de volgende aflevering gaan we naar Hoogvliet, waar we opnieuw een scala aan monumentale werken zullen zien en ook ruim aandacht zullen besteden aan het monumentale werk van Wally Elenbaas.